Maarten, ja, zoals je ziet, ik zit vol in de voorbereiding. Onwaarschijnlijk mooi overgekocht, helemaal top. Ik denk dat het helemaal top wordt hier ook. Wat eigenlijk niemand weet, Debbie kookt altijd bij ons thuis. Maar ik ben al jaren een verwoed pizzabakker. Ik wil eigenlijk de parallel trekken met Wonders. De bodem van de pizza is natuurlijk het allerbelangrijkste wat er is. Hij moet dun zijn, krokant zijn. Hij moet goede kwaliteit hebben. En dat is eigenlijk... Je kan eigenlijk de parallel wel trekken met een bedrijf. Je moet een bedrijf maken met de beste ingrediënten, met de beste vakmensen. De keuken heeft aandacht nodig, de techniek heeft aandacht nodig, maar ook de kleurstelling. Datgene wat we eigenlijk hebben proberen te maken hier, dat is net als weer met die pizza. Als die pizza niet goed samengesteld is, dan smaakt die niet lekker. Als de bodem niet goed is, dan komt het niet goed. Als de kleur niet goed is, dan wil je hem niet eten. Het moet er goed uitzien en dat is wat we willen met Wonders. Dat mensen er naartoe willen, dat het eruit ziet, dat je iets voelt, dat je denkt, daar wil ik gewoon zijn. Wonders, we lopen er eerst langs, dan gaan we naar binnen en als we eenmaal binnen zijn, dan willen we ook eten, we willen hem ook hebben. We hebben die oven, die brand, dat is de dynamiek, er is een mooie keuken, er draait goede muziek, er zijn leuke mensen. Ons team, dat is samengesteld uit mensen die allemaal even enthousiast zijn als ons. Dat is wat wij moeten overbrengen, ze moeten zo enthousiast zijn dat het gewoon een feest is om hier te komen. Zonder dat team kunnen Debbie en ik het ook niet, zonder Estida kunnen we het niet maken. Die jongens die maken het, die maken mooie spullen. We hebben gewoon een mooi decoratief. Ja. Die andere wand wordt hetzelfde, maar dan met die week eronder. Ja. Ik zou er geen gif geven. Ja, maar dat eiken wordt natuurlijk dit, hè, toch? Nou, het is nu 23 mei en 15 juni is de geplande opening. Dus dit is een soort fase waarin de puntjes op de i gezet moeten worden. En de laatste beslissingen. En er wordt heel hard gewerkt, dus het is even aanpoten nu. Alle dingen die we hier hebben moeten doen op brandveiligheid, op de energie die we gestopt hebben in de sprinklerinstallatie, in de slow whoops. Co, echt, geloof me, 30.000 euro extra investering om het brandveilig te maken. Dat is toch wel een hele investering in zo'n bedrijf. Maar goed, we hebben het gedaan, we moeten het doen. Het gaat erom dat we een top voor elkaar willen maken, ook aan de onderkant. Wat jullie nu zien, straks nu, hier vandaag op de opening, dat is een bedrijf wat klaar is. Maar er is veel energie in gestoken. Heel veel energie. Komen ze binnen met een afzaagkap van 1,50 meter in het vierkant. Dat gaat het natuurlijk niet worden. Estida maakt zo'n mooie kast. En dan moet er een afzaagkap boven van 1,50 meter. Maar de afzaagkap van 1,50 meter is nog een kleintje vergeleken bij die we daar gemaakt hebben. Die kon niet eens naar binnen. Het hele kozijn aan de bovenkant moest eruit. Alles werd getakeld door het raam. Het past een millimeter nauwkeurig. Moest hij naar binnen. We hebben het nog even over de trap. De trap die komt binnen met een telekraan in twee delen. Mekos heeft een topjob gedaan. Die trap die is nu helemaal, je ziet hem en je denkt, nou je loopt eroverheen. Een trap is een trap. Maar je had het moeten zien, hoe hij binnenkwam, hoe we hem gebracht hebben, hoe hij gemonteerd is, hoe zwaar hij weegt. Dat zijn natuurlijk allemaal wel trucken. Hij moet naar binnen komen. En als je nu kijkt, dan denk je, ach ja, het is een mooi bedrijf. Maar dat bedrijf, dat is ontstaan. En dat is gedaan met energie van alle mensen die het gemaakt hebben. Goed, we zitten hier natuurlijk op het Koelplein. Het is niet Koolplein, het is Koelplein. Het is echt heel erg cool om hier te zitten.
op het Koelplein met een prachtige locatie. Beter kan het eigenlijk niet. En ik hoop dat de gasten graag bij ons komen en dat ze gewoon enorm zullen genieten van het product dat we hier neerzetten. De pizza die gaat niet in de brand. Dat gaat niet. Dat gaat niet omdat die niet aan kan. Omdat het gas er nog niet goed op zit. Dat gaat niet goed. Nee, Hans pak eens een zakje daar voor zijn zak. Dat gaat echt niet goed. Oh shit, ik heb nog niet slaan opgenomen. Nee, dat ga ik niet laten zien. Pizza bakken, dat gaan we de toekomst overlaten aan vakmensen die bij ons in de keuken gaan koken. Die het iedereen naar de zin gaan maken. Depp en ik hebben er onwaarschijnlijk veel zin in. Gaandeweg zijn we enorm enthousiast geworden over Heerlijkerwaard. Wij gaan voor Koolplein Gets Cool. Laten we daarvoor gaan. We drinken nu nog een borrel. Maarten, terug naar jou. Terug naar Live On Stage. En we nemen er een dikke pils op. Ciao.